ben Nathalie van Handmade Amsterdam en ik ga je vandaag laten zien hoe je oorbellen moet maken. Om te beginnen, wat heb je precies nodig om oorbellen te maken? Voor het maken van de sieraden gebruiken we een aantal tangetjes. We gebruiken een rond bektang, een gebogen punt bektang, een plat bektang en een kniptang. Voor het maken van de oorbellen gebruiken we oorringen met stiften, gouden kraaltjes en enkele parels en edelstenen. We beginnen met het maken van de eerste hanger. Hiervoor pak je een nietstift en een van de edelstenen of parels. Die haal je door het gat in de edelsteen of parel heen en je sluit af met een gouden kraal. Vervolgens pak je de rondbektang en deze zet je iets boven de gouden kraal. Ongeveer zo. Deze buig je dan. Buig je naar links. Dat het er zo uitziet. Vervolgens pak je de platbektang om de nietstift helemaal rond te draaien. Ziet er dan vervolgens zo uit. Het is altijd goed om even te checken voordat je je hanger afmaakt of dit oogje groot genoeg is of niet te groot voor je oorring. Dan pak je de oorring, gaan we zo doorheen en ja, deze is groot genoeg. Nou, dan kunnen we hem nu afmaken. Om de hanger af te maken zetten we de rondbektang hier en gebruiken we de platbektang om nog één keer helemaal rond te draaien. Bijna. Zo, dan ziet het er zo uit. Dan willen we natuurlijk nog dit kleine restantje weg hebben. Daarvoor gebruiken we de kniptang. Het kan soms zijn dat je een beetje kracht moet zetten. We werken namelijk met roestvrij staal, wat erg sterk materiaal is. Fijn voor je oorbellen, maar het kan af en toe een kleine uitdaging zijn. Vandaar is het ook belangrijk om goede tangetjes te hebben. Nou, vervolgens is dit stukje nog maar heel kort. En dan gebruiken we de puntbektang om dit laatste stukje weg te buigen. Of eigenlijk krom te buigen. Je wil gewoon natuurlijk dat dit niet meer uitsteekt. Zo. En de eerste hanger is gemaakt. Deze stap herhalen we voor de andere hangers. Mocht je het lusje nou per ongeluk een keer wat klein hebben gemaakt, dan kun je deze makkelijk vergroten door deze terug te zetten en een beetje uit te buigen. En zo wordt je lusje langzaamaan groter. Soms komt het lusje er een beetje scheef uit nadat je hem hebt gemaakt. Hier is het een beetje naar links. Ook dat is makkelijk op te lossen door
rondbektang terug te doen in het lusje. En deze gewoon een beetje recht te buigen. Dus je houdt de hangen hier tegen en je buigt een beetje naar rechts. En kijk, je zet de hanger weer mooi gecentreerd. En het resultaat. We hebben een set van twee mooie peridohangers, twee parelhangers en twee roze kwartshangers. Je kunt ervoor kiezen om de hangers afwisselend te dragen. Dus bijvoorbeeld deze als simpele pareloorbel. Maar je kan de hangers ook combineren. Door bijvoorbeeld een peridohangertje te voegen. Of misschien wil je juist peridoh combineren met roze kwarts. Of roze kwarts met parel. Of wellicht doe je even helemaal gek. En hang je alle drie de hangers aan één oorbel. Alles kan.